Wat kan ik voor jou betekenen, zodat jij dat voor mij kan betekenen? En die relatie probeer je op te bouwen met uh, de preferente partners. Dus, de, dus ook de spelers waar je ook wat aan hebt. Dus je gaat met de juiste landen waar je denkt, hey, dit zijn hotspots. Dus in zo, daar ga je de, de zaken mee doen. En, en natuurlijk, het zijn de geëchte partners. Het zijn de FBI, de DEA, de grote jongens. Maar zeker ook in landen wat moeilijk is. Als je het hebt over uh, landen in Zuid-Amerika... En dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel investeren. Dus als je het hebt over de landelijke -recherche, Onze rechercheurs die, 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 die hebben heel veel airmouse. Die vliegen <tosses> zich de hele wereld over. Als je denkt dat je bij de landelijke gewoon in Nederland zit. Dan heb je het echt mis. Die vliegen de constant de hele wereld over. Omdat het internationale onderzoeken zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg uh, tof dat jullie weer kijken. Ik heb er maar zo zin in. Vandaag een hele bijzondere gast. En ik moest uh, net al een beetje lachen, want wij weten dat hij uh, Pa Kiko BBE is. Maar en alle mariniers zitten nu natuurlijk uh, vol op het puntje van de stoel. Want die weten precies dat er tegenover mij een, uh, een baasje zit, zoals we zouden zeggen. En, uh, maar ja, de mensen die geen mariniers zijn, die denken: waar heb je tegen godsnaam over? Pa Kiko. <laughs> ja, dat is de dat is decreet. Dat is precies wat ik wilde worden toen ik bij het kors kwam. En dat is uh, para commando. Ja, en dat is het. En uiteindelijk nog BWE, bijzondere bijstandseenheid. Ja. Dus uh, toen ik startte, toen ik uiteindelijk toegelaten werd, toen dacht ik, ja, wat, wat is het ultimum? Nou, dat is dat. En uh, ja, het is, ja. is, ja, is gelukt. Mooi. Ja, het is gelukt. Het was ja. me gegund. Inmiddels een heel uh, ander pak aan. Dus uh, ja, ik vind het heel erg tof dat je er bent. Het heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd voordat we het voor elkaar hebben gekregen. Ik zei al, gek scheren, jij bent uh, drukker bezet dan uh, DJ Chesto, denk ik. Maar... Uh, verdien wel minder. <laughs> ja, nou, je verdient wel meer, je krijgt alleen minder. Oh ja, ja, dat ook. Ja, ja, ja. <laughs> nee, maar ik vind het heel, uh, heel tof om met jou in gesprek te gaan. En wat mensen misschien niet weten, is dat jij ook uh, mijn commandant bent geweest bij Marshof. Mijn laatste uh, stukje uh, toen ik nog... Uh, uh, Pedontse commandant was uh, bij de mars of uh, was jij mijn commandant. Dus uh, ja, we hebben elkaar. Als je het hebt over verbondenheid, is het toch wel weer bijzonder dat we op deze manier dan weer aan tafel zitten en een mooi gesprek kunnen voeren. Zeker, dus, zeker. Uh, dat is ook één van de redenen. Dat vond ik ook echt leuk. Ik denk, ja. Nou, uh, let's go. Gaan we voor? Ja, leuk. Rommel met schaduwen. <laughs> ja, nou ja, dat nou, we doen. Jij bent natuurlijk ook veel in de media. De mensen zullen jou ook wel herkennen, denk ik, omdat je regelmatig uh, zichtbaar bent. Uh, je bent hoofdlandelijke recherche en uh, daar gaan we het over hebben, over jouw carrière. Maar voor mij gaat het altijd met name om de mens. En dat is hetgeen, uh, weet je, ja, hoe doe je dat dan allemaal? Uh, ik heb heel veel rammers die naar dit programma luisteren en die zelf ook uh, bepaalde ambities in het leven hebben. En ik vind het interessant om te weten, ja, wie is Andy nou eigenlijk? Dus dat is ook altijd mijn eerste vraag. Wie ben je eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Ja, misschien wel hoe ik, uh, waar ik vandaan kom, los van het corps, Misschien kunnen we daar nog over maar ik... Uh... Ik kom uit de achterhoek en ik heb Indische roots. Dus uh, ja, Indische achterhoeken. Dat is eigenlijk wel mooie Indische achterhoeken. En uh, misschien toch wel even. Ik uh, kom uit een arbeidersgezin. Uh, mijn vader, dat is echt. Uh, die heeft zijn hele leven karat gewerkt in een fabriek. Dat was ook wel mooi. Half vijf stond hij op. Half vijf overigens, dat kan ik me altijd goed herinneren. En half zes uh, en dan s'avonds laat kwam hij vroeg thuis. Uh, dus arbeidsgezin. Uh, moeder uh, zat thuis. Uh, zorgde voor ons. Ik heb een broer. Um, heel hecht. Ook een beetje die Indische gemeenschap. Heel veel belangrijk. Familie, loyaliteit. Dat is belangrijk. Uh, zorg voor elkaar. Vertrouwen voor elkaar. Uh, maar ook mijn vader. En dat heb ik wel meegenomen. Is dat hij zei: van... Uh, luister. je uh, Niet klagen. Je moet gewoon keihard werken. En als je dan keihard werkt. Dan komt dat vanzelf. Uh, dat is één. En het tweede wat hij ook zei. En dat heeft denk ik met te maken met. Uh, misschien ook wel cultuur, waar ik van mij kom. Gewoon zorg dat je er toe doet. Dus als je het doet, zorg dan wel gewoon dat je er toe doet. En dat je gewoon impact maakt. Nou, dat soort levenslessen heb ik meegenomen. En toen ben ik uiteindelijk bij het korps beland en nu hier. Dus dat is een beetje, als, als ik terugkijk. En je vraagt me, wat is dan het, het waardevolle uit, uit, uit dat? Uh, uit die tijd, dan is het dat wel. Ook met name van mijn vader, die heeft gewoon hard gewerkt. En die zei, luister, ik, ik, ik zorg gewoon voor dat jullie uh, kunnen ontwikkelen. Maar zorg wel dat je er toe doet en uh, niet klagen. Weet je, geen, uh, geen uh, excuses verzinnen, maar gewoon uh, doorpakken. Rammen. En heb je dat altijd als uh, leuke ervaring? Want ik kan me ook voorstellen. Dat nee, ik, mijn vader. Ja, precies. Ja, want mijn vader was ook best wel uh, van. Ja. Uh, weet je, uh, als ik daar uh, iets had of zo, was het van ja, gelul. Je gaat gewoon naar school en je doet gewoon je dingen en uh, ja. je moet gewoon doorwerken. Dus ik heb dat niet altijd als, op dat moment zelf, niet altijd als prettig ervaren. Heb je dat ook? Nee, zeker niet. Um, en niet zozeer tot het heel uh, dictatoriaal was. Uh, maar het is wel uh, wat je met de papletel ingegoten bent. En dan later ook, en zeker ook uh, gedurende het korstmarginis en daarna... Dan, dan zie je ook weer, ja, maar het is ook belangrijk, noem maar kwetsbaarheid... En, en, en jezelf ook beter kennen en dat ook toelaten. En kwetsbaarheid is ook weer heel krachtig. Ja, dat zijn allemaal lessen die je later krijgt. Maar van huis uit was het gewoon hey, uh, niet klagen, doorpakken. Ja, het is juist, denk ik, dat je op een gegeven moment die, dat stigma op uh, kwetsbaarheid, dat, dat is vaak een mm. associatie met zwakte. Yeah. Als ja. Als je vanuit die cultuur een beetje opgegroeid bent, en dan moet je daar natuurlijk nog een weg gaan vinden later. Om, om, ja, om, om, zeker. Ja, dat was echt. Uh, kijk, ik mocht als eerste mocht ik studeren, uh, dus ik was de eerste die studeerde. Dus, dus dan, uh, dat, dat, dat draagt. Dus, dus je wil gewoon succesvol zijn. En uh, kwetsbaar zijn daarin is niet iets wat daarbij past. Nee. Maar later leer je van hoe belangrijk dat is. Ook als leidinggevende dat je natuurlijk gewoon sterk en krachtig moet zijn, maar dat, dat element maakt je gewoon ook nog krachtiger. Trouwens ook als marinier, ook niet als leidinggevende. Overigens. Nee. Ja, nee, ik noem dat altijd. Ja, dus is er ook een rode lijn die vaak terugkomt, dus een soort vergroeiing van een warrior. Kijk, eerst wil je natuurlijk gewoon uh, ja. bewijzen dat je kan rammen. Ga je, ga je door, het, door de muren en ga je naar het Corps mm. en al die stoere dingen doen. Maar op een gegeven moment komt een fase in je leven, dan natuurlijk dat andere dingen. Dat je een breder beeld krijgt van hoe alles zit. Zeker, ja. zeker. maak je completer. Ja, ja. Absoluut. En uh, neem ons als mee dan, want uh, vanuit die jeugd, en, uh, hoe, hoe, hoe ben je dan? Want je bent begonnen bij het Corps dus op een bepaald moment. Hoe ben je daar ja. terechtgekomen? Ik, uh, nou, ik, ik ging studeren. Uh, dat hoorde er ook een beetje bij, want uh, je kon het. Dus, dus je, je doet VWO, dan ga je studeren. Ik ben toen naar uh, Groningen gegaan. Maximaal studentenleven overigens. Heel veel uitstappen, uh, geweldig. De uh, accountancy. Oh my god, accountancy. <laughs> hè? hier dat verzonnen, maar uh, dat, dat denk je dan als zeventienjarige. Nou, laat ik dat gaan doen, want dan kan ik geld verdienen later. Dat is totaal niet interessant. Maar op dat moment, ja, je doet dat. Um, maar elke keer was het iets van, er mist gewoon iets. Uh, en ook gewoon avontuur. En op een gegeven moment ging ik uh, naar Tessel toe. Uh, Tessel achter de bouwwerken. Dat uh, was gewoon een vakantiebaantje. En daar kwam ik mariniers tegen. Er uh, stonden gasten aan de deur, er stonden gasten daar. Nou, Tessel is een beetje zo'n zo plek waar veel mariniers voor komen. En ik kwam in aanraking met ze. En die allemaal, er was natuurlijk gewoon stoere kerels. Die waren, uh, afgetraind, uh, stoere verhalen, veel in het buitenland. En heel simpel gezegd, is dat precies iets wat, ik gewoon, wat je gewoon zoekt. Hè? Want je bent gewoon 19, en je zoekt naar avontuur. Doe niet eens zingeving, hè? bijdragen, maar, zeg maar. gewoon ja, avontuur. Ik wil meer dan dit. Ja. En die hebben mij een beetje op dat pad gebracht. En ik vond het Korps Mariniers ook wel interessant. Omdat dat ook weer... Ja, die heeft ook gewoon dat, die aura, die uitstraling. Ja, als je iets wil doen wat echt gewoon uitdagend is, dan moet je daarheen. Dus dat past ook wel. En toen ben ik ja, twee jaar studeren en toen ben ik gestopt. En ben ik gewoon na het... Uh, ben, heb ik uh, gekozen voor, het, voor de Mariniers. Het was overigens wel echt... Uh, echt wel een spanningsveld met mijn vader. Ja, omdat dat ik. dan betekent dat je stopt met de studie. Degene die als eerste studeert en dan stop je. Nou, daar hebben we wel wat gesprekken over gehad. Dat, dat is uiteindelijk goed gekomen. Maar hij vond dat wel een ding. En dat snap ik ook wel, achteraf. Toen denk je van ja, maakt niet uit. Want, hoe, wat, wat, ik zeg altijd, dat is een verschil tussen stoppen en opgeven. Hoe kijk jij daarnaar? Even een kort bericht van mij tussendoor. Voel je ook dat je meer zou kunnen? Dat je als het er echt om gaat, je niet 100% levert... Dat je uitstelgedrag vertoont, niet eens begint of het niet afmaakt. Heb je meer last van stress dan dat het je vriend is? Presteren, vooral onder druk, is een vorm van meesterschap. Zo zien wij dat bij scherpschutters. Het is geen trucje, maar een keuze. Wij hebben de meest complete gids gebouwd die er bestaat op het gebied van presteren onder druk. Gebaseerd op 50 jaar ervaring in de frontlinies, toepasbaar. Voor iedereen. Check www.scherpgutters.online voor meer informatie. Nu Snel weer terug naar de podcast. Ja, nee, dat was niet. Het was voor mij, vond ik dat niet opgeven, omdat ik ook, uh, ik, ik deed die studie en het was ook goed. Het was ook niet dat ik het niet haalde, alleen ik wilde gewoon meer. Uh, en toen uh, ja, kwam, kwam dat die mariniers op het pad. En je gaat erin lezen. En dan ga je. Nou, jij hebt het zelf ook gedaan, hè? Dat is wel grappig? Dan ga je natuurlijk de, de post in. Ja. De, hoe heet dat ook alweer? De praktische, praktische officier selectietesten. Twee dagen lang. Uh, drie dagen, uh, geloof ik. Uh, of, ja, de, dan, moet je dan wordt er even aan je, aan je geschud. En ik dacht, ik was er wel klaar voor als student. Want ik, ik kon ook twintig keer opdrukken. En ik kon ook al wat hardlopen. Ik had al een paar keer slechts hard gelopen voordat, voordat we dat gingen doen. En dan krijg je dus die cultuurschok. Uh, want het, is, het gaat hem niet om 20 keer uh, opdrukken, maar het gaat erom: kan je omgaan met stress? Want dat is precies wat ze doen. Dus een beetje weet je, de Kamp van Koningsbrug, uh, Special Forces film. Ik moet er ook altijd om lachen. Als ik dat op tv zie, dan geeft dat allemaal beelden weer. Van als ik die, die stress in die ogen van die, van, de, van die gasten zie, dan denk ik: Jezus, dat is precies. Wat ze creëren en, en al die trucjes zijn ook bekend. En dat is precies omdat je helemaal uit je komst getrokken wordt. Dus dat was mijn eerste ervaring met het korps. Ging overigens ook heel slecht hoor. Ik denk dat ik als een van de slechtste die die post heb gedaan. Um, maar de les daaruit was, was wel mooi. Want het, uh, ik was ook niet fit en zo. En, en ik kon die niet, niet bijhouden. Maar daar keek ze niet naar. Ze keken ernaar, want ze keken dus niet naar uh, hoe sterk er is of, of de, de grootte van je spierbal, maar ze keken naar die grootte van jouw grijze spier, dus van die bovenkamer. Kan jij nog gewoon nou, normaal nadenken? Kan jij onder stress nog gewoon de, de normale dingen doen? Heb je nog zorg voor de mensen om, om je heen als wij de druk opvoeren? Nou, en daar zagen ze natuurlijk enige potentie in. Dus ik, mo ik mocht gelukkig door. Maar dit is wel de eerste les geweest dat ja, die heb ik later nog veel. Het gaat niet om de grootte van je spierbal, maar het gaat om die grootte van die grijze spier die er bovenin zit. Ja, en ja. is... en de wat ik altijd zeg is, over die methodieken, is dat je primaire reacties komen naar boven. Je kan ook niet op dat moment anders doen dan je bent. Want dus ja. als jij vanuit je gezin of vanuit de, hoe jij bent, gewoon op het moment dat je naar de kloten bent, nog steeds in staat bent om te kijken van hey, gaat het wel goed met die buddy naast me. Als ze dat zien, ja. En dat kan je ook niet faken ofzo. Nowhere to hide. Je bent meteen uh, zichtbaar. Dat zie je ook in die uh, uh, trouwens mensen die graag uh, in die wereld willen duiken. Uh, er de, de valt altijd wat af te dingen op die programma's, hè, zoals uh, Koningsbrugge en hoe heet die die Special Forces VIP's? Zie je ook oud-collega's zie je er ook. Dan valt wat achter dingen, maar er zitten heel veel herkenbare dingen in. Uh, maar ja, het is gewoon. Je kan je niet verschuilen. Zit prikken doorheen en ze gaan echt gewoon. Oké, okay, wie ben jij? Uh, dat was wel de eerste gewau. Er is overigens. De, want ik heb nou, de, 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 de mariniersopleiding, commando, bijzonder buitensheden Kikvoxman. en dat zijn allemaal objectief gezien veel zwaardere opleidingen. Je moet veel meer inspanningen doen, maar die post was mentaal het zwaarste wat ik ooit gedaan heb in mijn hele leven. Ja. Die drie dagen die vergeet ik nooit. Dat Was meteen de reality check van ja, het is leuk dat jij een stoere film hebt gezien kerel, maar kom dan maar echt eventjes uh, naar buiten. Ja, dan komt echt dat verschil, gewoon ja. die, 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 ja. die culture shock. En gewoon, uh, daar, daar zie je ook heel veel mensen weglopen. Want dat is ook iets natuurlijk, wat je ook wel hebt gezien. Is van dat laat na twintig of dertig minuten gewoon uh, de handdoek in erin gooien bij zoiets. Spandaard. Je, het is, het is je, je kijkt altijd welke vlees ik de Je, je zit links en rechts. Zo, zo, Oké, okay, uh, oh die gaat het zeker halen en die niet. En die is wel heel sterk. En, en, en drie uur later is de helft al van weg. Dan denk je, oh, wat valt best mee. Maar het is, je ziet het gewoon niet. En later zie je het wel, want je hebt natuurlijk ook bij die eenheden gezeten en we hebben natuurlijk bij selecties gedaan. En dan op een gegeven moment herken je het gewoon. Hè? Uh, en dat hoeft echt niet in, in de grootste stoers, de kerel of vrouw in dit geval te zijn. Maar het zijn net soms de elementen van, wacht even. Die zijn wel, dat is interessant. Dat nou ja, kunnen we 100% kijk als je het hebt over spierballen, dat zou je ook wel herkennen. Je ziet eigenlijk vaak dan sommige gasten die eigenlijk veel te groot zijn qua spierballen. Die gaan het in, in dat soort opleidingen vaak niet halen. Want het is veel meer een werkpaardachtig capaciteit die je moet hebben. Je moet gewoon heel lang een bepaalde capaciteit kunnen leveren. En vaak als je te grote spierballen hebt, gaat dat alleen maar tegen je werken. Ja, uh, volgens mij zijn er een paar dingen die heel vervelend zijn voor mensen. En dat is onzekerheid en oncomfortabel zijn. Want het kan gewoon in, bij zo'n opleiding is het gewoon weer, koud, natte. En die twee, ja, daar kan je je op trainen totdat je een onzweegt. Uh, maar dat kan je uh, in handelen of dat wordt heel lastig. En daar prik je een beetje op. Um, en ik zie het trouwens ook nu, hè, dus we hebben het dan over het korps. Maar als ik nu dan bij het landencassier zit, dan heb ik, ik heb daar digi's zitten, dus digitale experts, uh, zogenaamde, de, de, de hackers. Ja, die zijn misschien fysiek niet, maar die, die hebben wel mentaal. Zijn ze zo sterk. En die gaan ook mentaal tot het gaatje om uiteindelijk op uh, die boef te vangen, of, of dat sleuteltje te pakken, of dat te kraken. Dat vind ik wel mooi om te zien. Dus het zit steeds gewoon toch in die, in die grijze spieren. Nou, dit is een heel interessant gegeven. Want ik heb het laatst had ik ook een hele discussie daarover: van wat is nou daadwerkelijk presteren onder drukken? Als je het dan over zoiets hebt. Is mensen zien dan vaak zo'n kan voor fysieke uitdagingen. Maar als je kijkt bijvoorbeeld, toen jij mijn commandant was in die setting, oké, okay, antiterreureenheid, um, tactisch commandant. Waar gaat het dan echt om? Ja, je bent eigenlijk alleen maar bezig met honderd besluiten per minuut nemen, zo'n beetje. Alle ja. afwegingen maken van alle informatie die op je afkomt. Uh, met beperkte informatie toch. ...durven besluiten te nemen... ...die hele heftige consequenties kunnen hebben. Dat is, dat is, dat, ja, dat is gewoon een soort topsport. En dat heeft ja, helemaal niks ja. meer te maken... ...ja, je, je basis moet goed zijn. Je, moet, ja, je bent ook, uh, dat, dat ziet iedereen, je bent, je bent fit. Maar dat is een soort van, dat is gewoon de basics. Het echt, het echt uh, kunnen presteren op een hoog niveau... Zoals, ja, ja. Dat, dan, ...dan komt het op een andere skill aan. Hè? Mentaal fit en, en dan puur over dat, dat leidinggevende... ...hebben wij natuurlijk wel toen, toen we nog met elkaar er ...veel over gehad... Uh, dus, dus beslissingen durven te nemen op basis van onzekerheden. Ja. Dus op basis van eigenlijk weinig informatie. Uh, dat is één, dat, 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 dat vinden mensen lastig. En ook uh, een beetje in de beeldspraak, en, dat, en die heb ik trouwens van iemand gehad, maar dat is wel sprekend. Leidinggever is ongeveer vijftig gaten. Maar je hebt tien vingers. En je moet ze steeds, je kan ze maar op tien gaten plaatsen, maar er blijven er altijd veertig over. En hoe ga je daarmee om? En hoe, zet je, hoe verzet je steeds jouw vingers? Die gebruik ik nu nog steeds. En dat, dat zet mensen wel aan het denken: ja, wacht even, want er zijn altijd onzekerheden. Je weet nooit alles. Uh, maar je bent wel gewoon de leidinggevende en je moet gewoon een besluit nemen. Dus waar gaan die vingers komen? En soms gaan we de druk opvoeren. Dan moet je sneller je vingers zetten. En soms heb je wat meer tijd. Nou, dan kan je er wat over nadenken. Ja, dat betekent dat dus ook als je het op die manier ziet, is dat je het eigenlijk nooit helemaal voor iedereen goed kan doen. En daar moet je ook mee om kunnen gaan. Ook dat, nou het is ja, uh, leadership is lonely. <laughs> leidinggever, dat kan ook heel eenzaam zijn. Uh, zeker als, want <clears throat> uiteindelijk, je wil alles in gezamenlijkheid doen en zoveel mogelijk collectief. Maar er zijn ook momenten dat je gewoon een knoop door moet hakken. Dat verwachten jouw mensen ook van je. Dat verwachten ze bij, bij de zonde eenheid, verwachten ze bij de kikkorsmannen, maar verwachten ze ook bij de landelijke landelijk. Uiteindelijk moet je wel een knoop doorhakken, en moet je wel koers kunnen bepalen. Dat is ook een beetje over dat leidinggeven. Als je ziet het het course nieuws en waar ik nu zit, dat, dat, de, de grootste lesopleiding geven die ik daar had, is dat je uh, leiding geeft vanuit intenties. Dus dat je dus, dus niet zeggen hoe mensen het moeten doen, dat is wel, les, weet je het zijn allemaal specialisten, maar wel heel duidelijk zijn in wat je wil bereiken en waarom het. Waarom je het wil bereiken. Een nou, voorbeeld is, vind ik wel een mooi voorbeeld, is die, uh, onze onderzoeken naar die versleutelde communicatie. Ja, het is heel duidelijk waarom. Je wil gewoon inzicht hebben in die criminele uh, wereld. Uh, wat wil je bereiken? Jij wil gewoon de communicatie hebben. Want uh, heb je controle over de communicatie van criminelen, dan heb je controle over die criminelen. En hoe je dat doet, dat is aan hen. Dat is aan de digies, de cyberexperts, de regisseurs. En die gaan aan de bak. Maar wel heel scherp zijn daarop. En dat heb je eigenlijk. Nou, jij moet het herkennen. Je hebt het bij het korps geleerd. Dat is een beetje defensie, commands, intent. Ja. Daarmee werken dat helpt wel, nu om focus aan te brengen, Ja, dus wel zeggen, uh, wel zeggen wat, maar niet hoe. Ja, dat is ja en dat, wel, klinkt dat klinkt heel simpel. In. Ja, maar is super moeilijk. Ja. Klinkt heel simpel, maar is super moeilijk. Ja, je, je noemt net al een beetje de Operation uh, Trojan-Shield, uh, Trojan ja. uh, waar, uh, waar ik ook wel wat vragen over heb. Laat, laten we de korpsperiodes afsluiten. Als je kijkt. Nou, ik, ik begon gekscheren natuurlijk met, met die mooie afkorting parket mannen maar de reden dat ik daarmee begon is toch wel omdat als je kijkt binnen het krijgsmacht zijn dat een soort van de ticks in de boxes van als je dat hebt gedaan ja, ja dan heb je eigenlijk ook natuurlijk gewoon alle lastigste opleidingen die er te doen zijn binnen de defensie zo'n beetje gedaan um, is dat ook de reden geweest dat jij op een gegeven moment door bent gegaan naar carrière naar de politie of, of hoe is dat proces gegaan voor jou vanaf de overgang naar de mariniers naar de politie hoe is, ja. kan je daar wat meer over vertellen Um, nou, ik, ik, uh, ik zat natuurlijk heel comfortabel. Uh, je, deed, je zat bij de, bij, heet dat nu, Marsov, hè? bij de speciale eenheden. Um, en op een gegeven moment weet je, in ieder geval voor, voor officieren, weet je, dat die tijd eindigt. Is. Uh, en en met daarmee bedoel ik, <coughs> is dat je als officier bij de Defensie altijd hangt gewoon, ik vind het de zwaard van Damocles, van Den Haag hangt boven jou. Sommigen vinden het geweldig om naar uh, he, uh, memo's te maken en, en dossiers op te vreten. Uh, voor mij was het een zwaard van Damocles. Dus ik dacht: uh, oké, okay, ik zit nu goed. Je bent uh, op een gegeven moment dan de commandant van uh, dat squadron. Uh, is dat het voorland wat je wil? Uh, nou, dat had ik niet. En toen kreeg ik die kans. En de kans was: de DSI, die speciale interventies, was ook een beetje uniek. Want het was eigenlijk al vrij laat in de carrière. Maar goed, er viel iemand uit. Dus was er was een plekje gekomen. En die kans heb ik gewoon aangegrepen om gewoon na die dienst speciale interventies te gaan. Dus eigenlijk naar de politietak. Uh, en dat was de kans om toch gewoon weer wat langer met die poten in de klei te blijven staan. Dus toch gewoon wat langer in de operatie. Dat is trouwens een geweldige tijd. Hè? want dan, dan, Toen was je pa kiko, Maar toen mocht je de arrestatieteamopleiding toch nog gaan doen. Je mocht uh, rijden, de sociale rijpleiding. Dus rijden als een gek. Je mocht je gaan voelen als uh, sheriff van Nederland, noem ik het dan. Want zo is het wel. Hè? Die jongens van, uh, van het arrestatieteam en deze, yeah, die. Het gevoel, als je in zo'n zo team zit, jij ja, bent gewoon, jij lost het op. Dus je bent de sheriff van Nederland. Dus die kans kreeg ik, ja, die pakte ik meteen aan. Dat, dat had ik liever dan dat ik naar het Haagse zou gaan. Dus dat is uh, die overweging van de DSI. Uh, dat heb ik uh, vier jaar gedaan, zo'n beetje, arrestatieteam. Eerst in Oost-Nederland gestart heerlijk gewoon weer met de jongens van AT1, dus, dus, dus of de, de jongste AT tot en met groepscommandant en uiteindelijk ging je naar uh, de Daisy, dus naar de interventieclub, dus dat je operationeel commandant wordt, uh, ja mooie tijd, maar ook die tijd is eindigd omdat je weet dat je weer teruggaat en dan, dan komt dat zwaard van Damocles er weer aan. Ja, je kan misschien nog een toertje doen binnen de speciale eenen, maar je zal toch naar Den Haag moeten. Dus uh, toen, wat ik naastig was, was, ik aan het zoeken naar wat kan er dan nog meer. En toen kwam gewoon de politie op het pad. Omdat je vanuit de DSI heel veel uh, samenwerkt met de recherche. Want het is allemaal recherche, grote rechercheonderzoeken. En de dsi arrestatieteams zijn een soort sluitposten. Dat is een groot onderzoek en er is altijd een aanhouding. Dus je bent de sluitpost van zo'n groot rechercheonderzoek. Maar je hebt dus ook veel contacten in die hele recherchewereld. En uh, mijn vorige baas, uh, chef van de DSI, die zei: nou, ga eens praten met de toenmalige hoofd van de landelijke recherche. Dat was uh, Wilbert Paulussen, was dat. Uh, en die was wel op zoek uh, naar uh, andere mensen. Dus ik, heb, ik ben letterlijk, heb, ik heb gewoon het gesprek, ben ik met hem aangegaan. Ik heb gezegd wie ik uh, was en uh, wat ik uh, zou kunnen doen uh, en dat ik er graag wel in zou willen stappen. En dat vind ik nog steeds mooi en ben ik ook dankbaar voor hem. Ook, ook dat is leiderschap. Hij heeft wel het lef en de durf gehad om dan mij gewoon aan te nemen toen de tijd als zijn plaats Dus hij, hij, ja. Een beetje kijken en hij nam mij gewoon aan als plaats van, me. ja oké, okay, je komt niet uit de politiewereld, maar ik durf het wel aan. Um, ja, en, en dat is eigenlijk de verandering geweest. Dat is enerzijds mijn redding geweest, omdat ik dacht, ja, mijn god, ik, ik, ik moet er echt aan geloven. En anderzijds was het ook wel super spannend overigens. Want het is echt afscheid nemen van het Korps Mariniers, van de speciale eenheden. Dus dat is... Um, carrière-wise denk ik wel de moeilijkste beslissing geweest die ik ooit heb genomen. Dus echt, nou, je, zit, je, je zet je bivakmuts af, je gaat van het heimelijke out in the open. Want je, je bent in een keer uh, bij je ervan. Je bent ook zichtbaar, uh, je kan je niet meer verschuilen achter je bivakmuts, wat af en toe ook wel eens lekker is in operaties. En um, het was ook spannend, omdat het kost niet is, Mars of Daisy, is natuurlijk je comfortzone. Het is natuurlijk super comfortabel en je gaat er helemaal uit. Dus, dus dat vond ik spannend. Ja, en er zijn de verhalen: word je wel geaccepteerd? Uh, vreten zie je wel, hoe ga je je opstellen? Dus het, is, het, is, het was de moeilijkste beslissing. Maar ik denk tot nu toe wel de beste beslissing die ik genomen heb. Ja, het heeft uh, ook weer heel veel gebracht. Uh. Ja, heel bijzonder om, <coughs> om jouw verhaal zo op deze manier te horen. En ik denk dat het heel erg omarmt. Wat ik hoop ook elke keer weer hier over de ether uh, naar buiten te gooien. Is hoe belangrijk het is om dat soort uh, gevechten met jezelf aan te gaan. Omdat mm. aan de andere kant vaak natuurlijk een hele grote winst zit. Een ander ding wat ik heel erg wat me triggert is, inderdaad wat je aangeeft. Dat je soms ook de juiste mensen. Ten eerste heb jij natuurlijk de durf om die deur daar bij iemand naar binnen te stappen. en je verhaal te gaan doen, jezelf te laten zien. En vervolgens heb je dan mensen nodig die dan ook een stukje risico durven te nemen. en een bepaalde potentie ja. zien in de organisatie. Dus als ik jou in ieder geval als commandant heb meegemaakt. dat wilde ik ook nog even meegeven. is dat dat, dat was exact de. Hetgeen wat ik waardeerde in jou als leider is dat jij zag wat het echt probleem was. En ondanks dat er allerlei politieke dingen speelden, wist je wel dat je daar, dat, dat je, je daar hard voor ging maken. En uh, dus dat, dat is één. En soms is het ook gewoon net even die ene vent uh, of die ene uh, ja, gast op de juiste plek die dat dan ziet. Dan ja. die uh, ja, dat, da daarvoor durft te gaan staan en, en, je, en je kans geeft uiteindelijk. En dan als je die kans al krijgt, dan moet je natuurlijk <laughs> dan moet je aan de bak. D dan, dan, uh... ja, dan is die voor jou. En dan heb je ook uh, verantwoordelijkheid. Ja. Uh, maar de, die kansen bieden is, is soms net zo spannend, want het is risico's. En uh, ik denk ook een van de, de kerncompetenties van een, een leidinggevende is gewoon uh, kan jij goede mensen spotten. Ja. En kan je dat om je heen organiseren, kan je ze aan je binden en, en kan je ze verder ontwikkelen. Uh, ja, da daardoor gaat zo'n nu in dit geval de dienst of toen het mariniers, ja, daar gaat het in, 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 in een stroomversnelling. En als je dat niet kan, dan wordt het wel ingewikkeld hoor. Als, uh, als chief of als commandant of als hoofd. Nu. Ja. Hey, of, of de, de, in Nederland is het best wel bijzonder. Hè, want want jij, hebt natuurlijk, jij beschrijft hoe je vanuit een defensieorganisatie naar een politieorganisatie gaat. Hoe wij de, de samenwerking hebben binnen de dienst speciale interventies. Is natuurlijk heel bijzonder hoe we dan die samenwerking hebben in Nederland. Ja. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen over de stand van... Ja, het is natuurlijk jouw functie niet meer... Hè? Maar, maar hoe die tijd was van, van, van toen en hoe dat allemaal gelopen is... en hoe je daarnaar kijkt vanuit die samenwerking, bijzondere samenwerking? Ja, kijk, de, dus als je het hebt over de DSI... en dat is nog steeds wel stuk uniek in de wereld... omdat de politie en de defensie uh, bij elkaar zitten... en dat, dat komt bijna nergens voor. Het zijn gewoon andere grootheden, andere uh, juridische uh, complicaties eraan vast. Maar het bij elkaar zetten is... Is heel mooi. En, uh, misschien hebben andere van jouw gasten dat ook wel eens genoemd. Hè? Best of both worlds. Ja. Dat is een beetje wat je daar ziet. Je ziet en voor beide heb ik respect. En zowel voor die gasten vanuit uh, die speciale eenheden. Die bij de Daisy komen. Als die gasten die vanuit de straat van politie komen. Want die, die jongens vanuit speciale eenheden. Kijk wat hun kracht is. Die hebben altijd in teams gewerkt. Kunnen grootschalig goed optreden. Kunnen heel goed zijn sterk in planning. En in, want je bent gewoon opgegroeid in het team. Dat is de kerncompetentie, los van dat het uh, nou, prima operators zijn. En die jongens die vanuit de straat komen, die op de wijk hebben gestaan. Ja, wat die gewoon zijn. Ja, die hebben gewoon alleen hun mannetje gestaan. In Overvecht, in de Bijlmer, uh, in wijken. En dat is echt iets wat de jongens van die speciale leden, wat iets wat anders is. Dus je bent echt uh, op jezelf altijd aangewezen. Gebleven al, als wijkagent, of als iemand van de BPZ, dus van de, de, de oproepdienst... Uh, en die twee bij elkaar, als je dat een beetje mixt met elkaar, dat is wel die kracht van uh, de Daisy. Dat zie ik trouwens ook weer terug nu bij de Londonersjes. Dat zijn, dat zijn uh, mannen en vrouwen. Ja, die zijn wel streetwise van Nederland. Ja, ja. Die hebben gewoon op straat gestaan. En uh, ja, in die wijken is het soms ook niet best, hoor. Nee, ik zeg het ook altijd hè, in een bepaalde zin. Als je kijkt naar de generalist op straat, ja, ik neem nou altijd mijn, mijn pet vooraf. Want op een bepaalde manier, het heeft een bepaald aanzien. Maar er zit natuurlijk wel heel veel controle omheen en heel veel planning omheen. En in die zin ook heel veel veiligheid omheen, omdat je heel erg het momenten maar jezelf hebt vaak. En deze generalist die komt in situaties, ja, die, die gaat van, van, van 0 naar 100 en weer terug naar, naar 10 en dan weer naar 100 en alle kanten op. Van iemand die zich opgehangen heeft naar. Ja, naar, een, naar een geweldsincident, naar een, een troostincident, naar een sociaal evenement, weet je wel. Event. Precies. Uh, dus dat is natuurlijk heel, is een hele heel bijzondere sport, uh, tak van sport. Als, als AT, als inzet van een arrestatieteam of Daisy, uh, je weet in ieder geval één ding zeker: jij wint. Uh, want dat is, ja, je bent met zo'n overmacht en, 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 en misschien wordt het voor wel wat spannend. En het is natuurlijk gevaarlijk. Hè? Dus dat is, uh, daar zitten. Le, Lees bedreigende risico's alvast, vast, maar jij als team gaat echt wel winnen. Uh, soms als diender op straat en, en ik heb het, maar een paar keer heb ik, goed, maar dan moet je meelopen met blauw en ik vond dat heel erg wel uh, inspirerend, omdat ja, je weet gewoon niet waar je instapt. maar tegen, je weet waar je instapt en het is gewoon, nou, het kan de buurruzie zijn, maar het kan de vlam in de pan zijn of ja. het is een sociaal praatje. Het, het is, wie je zegt. Dus ik vond dat en die schakelingen. Die, uh, die jongens van de DSI die hebben dat natuurlijk op straat allemaal meegemaakt. Die nemen dat mee ook in de DSI. Dus die flexibiliteit, ja, dat vond ik wel een krachtig instrument hoor. Ja, en andere krachten, dat was al mooi, dat vertelde de Leo van de DSU... die heeft ook onderhandeld ah, ja. met Abdeslam, uh, ja. uh, was die betrokken... dat hij heel erg vertelde dat ze in die tijd, natuurlijk in 2015... op zoek gingen natuurlijk naar het zwaardige geweldspectrum... want natuurlijk militairen natuurlijk vanuit huis uit ook meer hebben... Vanuit Af ja, Afghanistan is toch anders dan de maar ondanks natuurlijk dat er ook een mate van geweld is... moesten zij heel erg op zoek gaan naar die paar commando's... om daar een kennis te halen. En, en binnen de DSU de zit dat eigenlijk organisatorisch al veel meer... En kan je dus die expertise meer vinden bij elkaar? Dus dat is ja. ook een belangrijke factor, denk ik, uh, geweest. P precies in die periode zat ik bij de DZ. In die, in die heet periode van verviers. Uh, uh, waar, dus, die, 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 die grote die, die schietpartij was in het huis. Waar die granaten ook zijn uh, afgeschoten. Natuurlijk, Abdel Salam, dus die tijd. En, en dit was precies ja, bij de DZ. De, de ja, zat uh, zowel de politiekant als die wat grootschalige, dat, dat wat meer hogere geweldspectrum politie, uh, defensie zat erbij. En daar hebben we ook gesprekken over gehad. In ieder geval, ik met mijn DC counterparts, dus die, die commandanten die daar waren. Ja, ja dat was wel een zoektocht uh, voor uh, België. Ja, en, en dat was ook niet tegelijk. Ze hebben echt wel een, een stevige tijd gehad hoor daar ja. in België. Ja. ja, die hebben we wel moeten rammen, ja. ja. Bij ons ging die dreiging natuurlijk. En daardoor zijn natuurlijk allerlei uh, goede veranderingen teweeg gebracht. Ja ja, en, uh, ja en, en toen ben jij, uh, ja, wat je al aangaf, ja, je hebt die overstap gemaakt. En inmiddels, hoe, hoeveel mensen stuur jij inmiddels van niet aan? Zijn het zijn 1100, las ik. Zoiets, dus, ja. Dat ja. is natuurlijk uh, een gigantische... Het uh, groeit, uh, we krijgen er weer wat uh, mensen bij. Dus het groeit. Okay. Uh, maar er is ook werk in overvloed. Uh, maar ook dat, het zijn andere grootheden. Uh, maar ja, het zijn, het zijn 1100, uh, 1100 jagers. Er zijn 1100 jagers die je hebt. Het verdeeld over tientallen onderzoeksteams. En dat is dan weer verdeeld over veiligheidsthema's. Dus ook het merendeel is natuurlijk drugs-gerelateerd. Dus dan heb je het over teams die zich focussen op, op, op cocaïneonderzoeken. of op onderzoeken op de synthetische drugs. Dus dat je gaat met drugslabs. Je hebt teams die gericht zijn op terreur. Dus CTER-teams, hoe worden dus terreurteams. Cyberteams, maar ook milieu. Kinderporno dat is ook een heftig onderwerp. Een team die dus zich richt op, op kinderporno. Als je het dan hebt over zingeving, als je het dan hebt over van hey, wij willen deze dader pakken, nou, dat zit helemaal ingebakken in zo'n team. Dus een diversiteit aan teams uh, met uh, ja, allemaal net zulke gedreven jagers als wat ik ook eigenlijk bij het, bij het korps uh, heb ervaren. Ja. Ja, je gaf aan toen je in de richting de DSI moest dat je natuurlijk allerlei opleidingen moest doen. Toen jij die overstap ging maken, ik kan me voorstellen, jij hebt natuurlijk in een soort snelvaart tempo, heb jij de organisatie moeten leren kennen ja. om, om vanuit die positie waarin je nu zit, dat dan ook allemaal op de juiste manier aan te kunnen sturen. Ik bedoel, je hoeft niet overal natuurlijk alles te weten, maar want uiteindelijk geef je daar leiding aan de mensen die het weten. Dat weten we ook vanuit het korps. Het eerste ja. wat wij deden als leider bij het korps is natuurlijk kijken wie de onderofficieren zijn. Dat zijn de mannen met, met de kennis. Ja. En dan hoef je zelf niet alles te weten als je maar hun op de, op de juiste plek zet en zorgt dat je ze faciliteert en hoe zij... De tent runnen. Heb je die tactiek ook een soort van weer. 100% toegepast. En uh, het is ook denk ik de redding geweest. Tot ik daar ben. Want, want uh, dat is zo. Er zit natuurlijk. Dus je gaat naar een, een rechergedienst. Uh, met echt. Uh, gepokte en gemazelde regisseurs. die echt al 40 jaar in het vak zitten. Nou, één ding wat je niet moet doen, en wat je bij het koolstof niet moet doen, is de wijsneus uithangen bij de onderofficier. Dat heb je als jonge Luitenant ook al geleerd. Als jij start en, en die opvolgt pelotonskommeland, en je gaat wijs tegen hem zeggen van, nou, ik weet het allemaal wel beter. Dat is best wel ingewikkeld. Dus dat zat erin gebakken, dat heb ik daar ook niet gedaan. En dat heeft me denk ik wel gered, dat je gewoon uh, leergier opstelt. Ik vond het ook gewoon, het is echt een super mooi vakgebied ook, het opsporing, echt van hoe... Ga je nou in, hoe, hoe zorg je nou voor dat uiteindelijk die boef gevangen wordt? Dus ik vond het ook mooi. Ik heb er ook echt passie voor gekregen. Uh, Leger opstellen. De mensen die ruimte geven. Um, maar wat ze daarnaast ook gewoon wel aan je wacht, verwachten. Is dat je wel beslissingen neemt. En dat je koers bepaalt. Dus dat heb ik wel gedaan op een gegeven moment. Uh, want je kan natuurlijk wel ruimte geven. Maar ruimte geven zonder dat je piketpalen stelt. Is natuurlijk niks. En jij als baas bent er wel voor om koers uit te zetten. Um, hoe, ja. pak, hoe pak je dat aan? Want ik kan me voorstellen dat, dat, dat er misschien mensen ook kijken, die, uh, ik herken dat ook, hè, dat je, je, wordt, je gaat leiding geven aan een nieuwe club of je zit in een, in een bedrijf en je krijgt een, een uitdaging. Ja. Als je dan daar gaat, hoe, hoe, hoe doe je dat? Het eerste is natuurlijk heel veel praten met mensen en kennis inwinnen. En hoe, hoe zet jij dan op een gegeven moment de lijnen uit? Um, ja, dus, dus los van dat je gewoon ophaalt, dat je gewoon de, 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 de ophaalt, is dat je probeert. Ik probeer ook in mijn rol te blijven. En dat is wat ze van me vachten, Is dat ik probeer gewoon uh, naar buiten te kijken. Wat je vaak toch wel ziet vind ik binnen de overheid. Is dat we heel erg naar binnen gericht zijn. We hebben allemaal processen binnenin. Om maar te, te blijven bestaan. Als defensie, als politie. Maar het gaat niet om die binnenwereld. Het gaat om die buitenwereld. Dus, dus een van de, 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 de zinnen die ik me altijd voorhoud. Kijk als wij nu dit doen. Ja, wordt die boef daar nou zenuwachtig van of niet? He, of, of heeft dat nou waarde in die buitenwereld of niet? Dus elke keer probeer ik het daarna te relateren... en aan daarvan probeer ik dan een koers te bepalen. Uh, want zo is het ook. Ja, ik herken het ook vanuit de mariniers, maar ook bij de politie. Ja, dan kunnen we vergaderen tot een ons wegen. Dan gaan we drie uur lang vergaderen. Maar ja, er is geen enkele boef die daar zenuwachtig van wordt. Hè? En in, bij speciale eenheden ook niet. Ja, je, je kan uh, wel, uh, wat was het ook alweer, in isolatie gaan. Dus, dus weet je wel, dus de 24 uur isoleren... Ja, maar die tegenpartij wordt echt niet zenuwachtig, want dat jij je isoleert dat je in ons weegt. Je moet gewoon naar buiten toe gericht zijn en je moet gewoon op pad gaan. Um, en hoe bepaal ik uh, koers? Ja, dat is uh, al die informatie bij elkaar krijgen. Weet je wel, 50 gaten, 10 vingers. Dus ja. ik probeer gewoon de juiste 10 gaten te pakken. Uh, en ook gewoon durf. Ja, je, je gaat gewoon een koers in en je weet het. ja je, je, is het 100% zeker dat dat de juiste is? Dat weten we niet. Dan gaan we gewoon bijstellen. En zo hebben we dat gedurende de jaren, dat ik in ieder geval bij de LR, uh, bij de Landelijke Jeugd, hebben we dat ook gewoon bijgesteld. Oké, okay, wat is belangrijk? Oh ja, data gedreven. We moeten ons op data gaan richten. Internationaal. Oké, okay, uh, helpt, helpt een internationaal gerichte aanpak ons nou bij het beter, sneller vangen van uh, die kopstukken, die criminelen? Ja, oké, okay, dan gaan we ons daarop focussen. Uh, systeemaanpak. Uh, gaan we alleen maar richten op personen of gaan we ons richten op hele netwerken? Nee, netwerken is toch wel handig. Er is ook een beetje defensie achter. We moeten juist die netwerken eruit gaan trekken. Oké, okay, dan gaan we ons daarop op, op verrichten. Dus zo probeer ik dat steeds maar te vertalen. En dat vind ik ook dan mijn rol. Kijk, mijn rol is niet uh, in, in, om te gaan tappen. Dus uh, om te gaan luisteren op de <laughs> Nee, op de doe je dat niet meer? Nee, dat <laughs> heb ik ook nog. Ja, ik heb wel eens meegeluisterd. Uh. Dat is... Is overigens ook echt wel gewoon een kunst. Want ik kan je zeggen, als mensen in straattaal uh, vertellen en je tapt, dat is, dat is een kunst voor een regisseur om dat te herkennen wat er echt gezegd wordt. Um, maar je moet er niet in verzonnen om daarin te. Dat is, dat is hetzelfde als dat ik als toen de tijd bij de Marine, of bij jou, dus dat ik dan op, op jouw stoel zou zitten. Ja. Of dat ik naar die operator zeg, nou, je moet net dat wapen even beter vasthouden. Ja, als je zegt euh, 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 jezelf beschermen en ook scherp houden op het micromanagen en uh, continu bij faciliteren van de juiste mensen. Ja. Uh, zodat zij hun werk kunnen doen, maar jij wel genoeg ja. zicht houdt op wat ze doen. zodat je ja. niet verrast wordt, denk ja. ik ook. En dat je een goede Zeker. informatiepositie hebt. Maar, maar wel richting geven. Ja. En, en dat is soms. Uh... Dan hebben we het dan hebben we het over nieuw leiderschap en dan moet je natuurlijk mensen erbij betrekken en, en dat vind ik ook je moet gaan uh, in collectiviteit besluiten gaan nemen um, maar uh, waar zo ontspannen wordt is dat je dan wel uiteindelijk gewoon een besluit moet nemen en dat je moet geven en als dat ontbreekt en dan kan al het andere wel goed zijn maar dan ga je uiteindelijk nog niet dan ga je nog niet dan ga je nog niet die wedstrijd winnen oh ja. Ja, en uiteindelijk ben jij, jij bent uiteindelijk de eindverantwoordelijk. En dat moeten mensen ook voelen. Uiteindelijk, dat, als je het hebt over extreme ownership, dat, dat ze altijd het gevoel hebben voel van ik dat, wel. Jij, dat jij die verantwoordelijkheid neemt voor alles. Ja, dat voel ik wel. En het is, ja. het is natuurlijk ook gewoon, ja, ook bij de landelijke is natuurlijk gewoon, het is, de, het is de mooiste baan die er is binnen de nationale politie. Vind ik. Je zit als een spin in het web. Je bent verantwoordelijk voor de internationale georganiseerde criminaliteit. Je bent verantwoordelijk voor als een grote uh, uh, Terreurincident is voor een onderzoek. Je bent verantwoordelijk voor cybercrime. Ja, dat is uh, uh, een, een verantwoordelijkheid. Ja, dan, da, 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 die moet je koesteren. Daar moet je ook van genieten. Dus uh, ja, dat, dat komt erbij kijken. Dat, daar haal je ook energie uit. Hè? Ja. Soms zit ik dan en denk je van ja, dat hebben we vandaag nog allemaal besproken. En dat ging van, uh, van, van cybercrime tot en met een, een kopstuk in het buitenland, tot vervolgens nog wat andere zaken. En dan, dan, dan rij je weg en denk je ja, ah, dat is toch een mooie job. Het <laughs> ja. is wel een mooie job uh, wat we hier doen. Ja, want uh, het is niet voor niks geweest dat je natuurlijk anderhalf jaar heeft geduurd voordat wij hier een keer aan tafel kunnen zitten. Je bent druk en je wordt nu geleefd. En dat die, die sneltrein. Die blijft altijd draaien en dan moet je wel af en toe even die moment voor jezelf hebben dat je denkt, oh ja wauw, kijk eens even waar ik mee bezig ben, ik maak echt verschil, ik maak echt impact, ik ben met belangrijke dingen bezig, ik zit op, op de juiste rit van datgene waar mijn ambitie samen. en toe doen. Ja. Wat mijn vader vroeger tegen me zei, zorg gewoon, zingeving, zorg dat je het toe doet ja. en haal het, haal het eruit. En, uh, ik heb wel eens gesprekken met mensen die zeggen, ja, uh, is het wat voor mij? En, uh, of nou politie of defensie is. Dan zeg ik nou weet je, als je veel geld wil verdienen en een superleuke tijd wil hebben, uh, en dat is wat je gelukkig maakt, dan vraag ik me af of, of dit de juiste plek is. Als je uh, net zoveel leuke dingen wil doen ook, maar er gewoon er er toe wil doen ook nog, dat steentje mij wil dragen, dan moet je denk ik gewoon die kans wagen om dit te gaan proberen. Want uh, ja, op de Zuidas verdien je misschien meer, uh, maar ik ben ervan overtuigd, hier doe je er meer toe. Ja. En mensen die, en al is het maar voor een tijd. jij hebt het ook maar. Je, je, je hoeft echt, dit is geen lifetime employment. Maar doe het gewoon voor een tijd. Ik denk dat lifetime employment ook een beetje old school is. Ja. Wie, 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 die, wie tegenwoordig, als je achter jaar bent, ga je toch niet voor de rest van je leven ergens tegen? Wat is dat voor onzin. Dat ja. was misschien vroeger, maar nu niet meer. Ja. Maar een paar jaar dit doen, ja, dat is toch wel interessant. Jij noemde al een zo'n pijler, hè, even terloops, van ja, uh, internationale samenwerking. Kijk, één ding die mij direct opvalt, uh, ik heb je natuurlijk al vanaf de zijlijn naar, uh, volg ik je. Uh, is van hé, hey, wat interessant dat jullie dus in staat zijn om zo'n groot kopstuk in uh, Dubai uh, te arresteren en uh, voor het gerecht uh, te brengen. Dat kan, kan je natuurlijk alleen maar als die internationale netwerken uh, kloppen. En als je daar de samenwerking... hebt. dus dat is, daar is een, een heel stuk aan investering aan vooraf gegaan, wat, wat natuurlijk niemand ziet. Zeker. Hoe heb jij dat aangepakt? Toen jij zag van, nee, dit is belangrijk, internationaal is belangrijk. Hoe, ga je, hoe heb je dat dan aangepakt en welke samenwerkingen ben je aangegaan? Uh, uh, en ik heb het ook geleerd vanuit, uh, in dit geval zeker vanuit de sociale eenheden. Want alles is gewoon internationale aanpak. Uh, wat je daar deed met Dick de mannen. Uh, als je op uitzending ging, uh, dan, je kent het in de oude uh, NAVO-structuren. En soms is het vreselijk hè, internationaal werken, dan, dan, dan bereik je echt helemaal niks. Uh, maar je moet wel, en hoe breng je dat bij elkaar? En in dit geval, uh, weet je, is gewoon investeren in relaties. En internationaal uh, werken vind ik is een vak op zich. Dus het is relaties onderhouden. En het is ook een soort van, uh, dat is bijna koehandel. Wat kan ik voor jou betekenen, zodat jij dat voor mij kan betekenen? En die relatie probeer je op te bouwen met uh, de preferente partners. Dus, de, dus ook de spelers waar je ook wat aan hebt. Dus ja, ik zou wel, we zouden wel internationale relaties kunnen uh, opdoen op met. Zo mag je land noemen, want anders krijg je daar een doel ja, over met land ja. X. Maar als daar niks te halen valt, dus je gaat met de juiste landen, waar je denkt, hey, dit zijn hotspots, dus daar ga je de, de zaken mee doen. En, en natuurlijk, het zijn de geëigte partners, het zijn de FBI, de DEA, hè, de grote jongens. Maar zeker ook in landen wat moeilijk is. Als je het hebt over uh, landen in Zuid-Amerika, en dat kost heel veel tijd. Dat kost heel veel investeren. Dus, dus als je het hebt over de landen, -recherche, onze regio's, die, die, uh, die, die hebben heel veel air miles. Die vliegen zich de hele wereld over. Als je hmm. denkt dat je bij de landelijke recherche gewoon in Nederland zit, dan heb je het echt mis. Die vliegen de, constant de hele wereld over, omdat het internationale, onder, internationale onderzoeken zijn. En dat investeert. En soms doe je een onderzoek omdat je weet dat het je partner helpt, uh, maar dat is gewoon uh, wisselgeld. En op een gegeven moment denk je, nou, het is toch handig dat jij dit voor mij gaat doen. En dan vraag je dat. En, en zo krijg je het voor elkaar dat... Inmiddels al die kopstukken die we hebben, want we hebben best wel zware, zware Nederlandse jongens, die zitten ook allemaal in het buitenland. Dat is ook, dat is ook het beeld wat je hebt. Ja, al onze grote spelers uh, zitten inmiddels in het buitenland, zijn vaak niet de makkelijkste landen. Dus dat was dan een soort van, oké, okay, hoe gaan we dat dan counteren? Hoe ga je daar een actieplan op zetten? En dat, is, okay, dat betekent dat je constant uh, de working relationships met al die landen aangaat. En op een gegeven moment kan je wel gaan collecten, kan je gewoon gaan cashen. En dat is wat een beetje wat, wat nu gebeurt. Ja, vergt ja. heel veel investeringen op. Ja, investeringen. En, dat, en dat, dat vertaalt zich dan natuurlijk op een gegeven moment in successen ook. Net zoals ja. in die systemen wat je ook benoemde. Ja, het feit ja. dat je daar dus op moet gaan investeren. Wat ook waarschijnlijk mensen zijn die moeilijk te vinden zijn om in dat soort teams te plaatsen. Want daar aast natuurlijk ook de, het bedrijfsleven natuurlijk ook hard op. Ja. Dus dan moet je ook de mensen prikkelen op die zingeving en zeggen van ja, hier kan je echt wat betekenen hè, om die naar binnen te trekken. Want je kan niet dat salaris betalen wat ze nee, in Silicon Valley betalen. Af en toe kan ik ze een boekenbon geven en dan <laughs> wordt iedereen... Maar het, het, het is of, of een, maar het gaat echt, het gaat echt om zingeving. En dat zie ik nog steeds. Dat is de passie van die gast die dat liquidatieonderzoek doet... of die jongen van Cybercrime. Um, zeker die jongens van Cybercrime, die kunnen elders veel meer geld verdienen. Um, maar die willen heel graag hier, in dit geval hier bij de landelijke Zierge werken... omdat ze zeggen, ja, het is echt niet voor je leven... Maar voor die zoveel jaar om daar onderdeel van geweest te zijn. om toch te zeggen, je, ik was ook gewoon onderdeel. van dat grote onderzoek naar versleutelde communicatie. Of ik was onderdeel van uh, die grote rechtszaken die niet plaatsvinden. Ja, dat, dat vind je nergens in het bedrijfsleven. Nee, dat is mooi, ja. Ja, ik moest heel erg denken. Ik heb ook wel eens Marcel van der Vende hier. die kreeg misschien ook nog wel uh, aan tafel gehad. en die vertelde dan in het begin. dat we dan een baken gingen plaatsen onder een auto. En als je, ik moest daar heel erg aan denken. toen, je, toen dat uh, EncroChat-verhaal uh, naar buiten kwam. Oh, Wauw, ja, dat is natuurlijk, het is een wapenwetloop, eigenlijk tussen de tegenstanders, de criminelen en tussen jullie. Ja. Waarop je continu natuurlijk de andere partijen een stapje voor wilt zijn. Want nu zie je dus uh, berichtgeving dat de criminelen bakens gebruiken om luid te overvallen op de Tekken. juiste plek, eigenlijk. Ja. Hè? Dat soort berichten zal ik laatst voorbij kunnen. Oh ja, het, is wel, het, is, het is echt een soort van. De, de, er zijn natuurlijk bepaalde middelen die werken. En jullie moeten daar continu een stapje sto, voor blijven. Dat is, de, dat is de topsport eigenlijk. Dat, dat sport, en de kat en muis. Is wel... Um, maar goed, dan zijn wij wel de kat. <laughs> ja, ja. Dat is dan wel... Uh, ja, het, 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 en dat is natuurlijk ook je vakgebied. Hoe blijf je nou steeds... Uh, dat was het bij de mariniers ook. Ik, hoe blijf je nou steeds die vijand een stap voor? En nu in dit geval is het... Okay, hoe blijf je nou als opsporingsdienst steeds... Uh, die criminaliteit een stap voor? Ja. Uh, en, ja, en we vertellen best wel veel. Ook nu ook binnen... Uh, want, want je wil gewoon laten zien... Wat je doet. Maar we vertellen ook heel veel dingen niet... Dus, dus je houdt natuurlijk echt wel wat voor de borst, omdat je wel dat stapje voor wil blijven. Je wil ze natuurlijk niet slimmer maken dan dat nodig is. Maar um, ik vind het ook wel belangrijk dat je als, uh, trouwens als Defensie ook, en, uh, toen de tijd als Corse is, maar nu ook gewoon als politie, dat je, daar heb je denk ik ook wel een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid in, om te laten zien wat je allemaal aan het doen bent. Ja. Om te laten zien dat als, als dit gebeurt, ja wacht even, dan gaan wij wel dit en dit doen. Um, dat vind ik wel belangrijk, overigens. Ja, het is wel grappig, jij komt natuurlijk uit de nest. course Mariniers is daar denk ik heel erg slecht in qua media en is, is heel moeilijk zichtbaar. En is, nee, dat is mijn, mijn persoonlijke mening. Dus daar kom jij vandaan, maar jij hebt een hele andere aanpak, dus dat is wel mooi om te zien. Alleen het feit dat je hier zit en dat je toch inderdaad wel dingen laat zien, is dat natuurlijk... Uh, ja. Ja, dat je het belang daarvan begrijpt, ook, ook voor je mensen. Want het is, ondanks dat natuurlijk mensen vaak uh, in de schaduw werken... Is dat toch ook een stukje ja, waardering voor al dat harde werk wat ze doen terwijl niemand dat ziet. Ja, precies wat je zegt. Absu er zijn, uh, als mensen vragen ja, waarom uh, ga je als landregage dit, dit zeggen of in de media? Het zijn twee redenen ene, ene is gewoon, je doet het niet voor je, maar je doet het voor je mensen. Want heel veel van de mensen die hebben helemaal niet die mogelijkheid om het te doen. Of het is ook lastig en dat wil je ook niet. Maar je wil dit succes kunnen laten zien en je wil gewoon ergens trots op kunnen zijn. Dus zorg dat je die trots ook aanwakkert binnen je team. Hè? Dat is ook belangrijk. Hè? Teamspirit. Dus, dus, enerzijds, gewoon, hé, hey, we hebben gewoon iets moois gedaan, laten zien. En daar zijn we trots op. En dan mogen die mensen van genieten. En anderzijds, dus, wat ik net zei, is gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vind ik ook van. Dit is gewoon, je wordt betaald door de Nederlandse samenleving. En die willen ook gewoon horen, ja, wacht even. Als er dus wat aan de hand is. Zijn er dan nog mensen die daar wat aan doen? Ja, nou, dat is op defensie zijn het die en die. En binnen de politie zijn het tussen en zo. Maar dat is ook de landelijke casier'sje. En wij doen dit en dit. Dat vind ik ook maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus ik zit daar dubbel in. Ja, ja. ja snap ik. En jij gaf al aan van ja, 100 uur uh, of 20, 24 uur in isolatie zitten. En uh, heel Dat is veel leuk, he? vergaderen. Maar uiteindelijk moet die blik naar buiten. Ja. Die blik naar buiten, ben ik even benieuwd naar jouw visie op wat er nu gaande is in de wereld en in Nederland. Uh, want het, er gebeurt natuurlijk van alles. En dit is best wel heftig ook uh, wat er gebeurt. Het, het mm -hmm. geweld is natuurlijk uh, heel erg uh, verhard de laatste jaren. Ik heb ook wel met. Uh, Um, hoe heet die? Uh, die regisseur, forensische regisseur. Uh, die dan vertelde over, uh, over hoe het was in de jaren uh, tachtig. Met, met een soort van een stukje respect ook hè, vanuit uh, de criminele organisaties, waarbij er toch ook wel ja, nee. een soort van ongeschreven regels waren. Ik heb het gevoel dat dat uh, met de tegenstander waar we nu mee te maken hebben, wat anders is geworden. Uh, dat grootschaligheid anders is geworden. Zou jij vanuit jou. ...positie is, wat kunnen delen over die buitenwereld... ...wat gebeurt daar? Um, ja, nee, kijk... ...criminaliteit, het is, is anders geworden. Dus als je het hebt over de... Noem maar de georganiseerde criminaliteit... Kijk, it, ...dus ik heb weinig zicht over de... ...de criminaliteit eronder. Dus als we het hebben over... ...winkeldiefstal, of, ja, of dat ja. vind ik... De, ...maar als je het hebt over die, die zware criminaliteit... ...nou, dat kan je ook gewoon wel... Uh, ...en dat is ook iets, dat is iets wat, ik, wat ik denk... ...of wat mijn mensen denken, maar dat is ook iets... ...wat we weten... Wat er is. En dat, dat kan ik best wel met vertrouwen zeggen. En waarom kan ik zeggen: dit, ik ga het zo zeggen hoe het eruit ziet. Waarom weten we dat? Ja, omdat ze het namelijk zelf zo geschetst hebben. We hebben natuurlijk die versleutelde berichten. En in feite geven die versleutelde berichten, die, die miljoenen, bijna 1 miljard berichten. Geef je gewoon een inkijk in hoe die wereld er echt uitziet. En hoe ze met elkaar omgaan. Dus modus operandi, hoe die groepen eruit zien. En, en één is: en daar wil je dus op gaan anticiperen. Eén is, is dat het uh, internationaal is. Daar hebben we het net over gehad. Dus hoe ga je dat nou counteren? De, 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 al, al die groepen zijn internationaal, zitten over de hele wereld. Dus als je als opvolgingsdienst je, je richt op Nederland, dan weet je al dat, dat is kansloos. Um, twee is dat, ze, dat, dat er enorm veel geld is. Bakken met geld worden er verdiend. Uh, dus dus hoe, ga je dat, hoe ga je ervoor zorgen dat je dat geld gaat bevriezen, dat geld gaat afpakken? Becorrumperend, uh, dat zien we ook veel, is dat het dus heel veel corruptie opwekt. Uh, maar dat de criminaliteit ook afhankelijk is van corrupte contacten. Dus dat is weer een, dat is weer een haakje voor ons ons niet. Oké, okay, dan gaan we ons daarop richten. Hoe zorgen we ervoor nou dat een corrupte Wetsbaar. douanier eruit gehaald wordt? Of een corrupte politieagent? Of, of wat dan ook. Uh, 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 gewelddadig. Het is, het is gewelddadiger dan uh, vroeger. En wat er anders in is, is dat uh, tuurlijk, er natuurlijk altijd geweld tussen criminele geweld. Dat is helemaal niet nieuw. Maar wat je nu ziet, is dat het geweld zich ook gewoon naar de buitenwereld richt. Dus naar uh, burgers, naar overheid. Nou, de voorbeelden zijn daarvan. Uh, en dat is iets wat wel zorgwekkend is. Daar zit je op een kantelpunt en, en, en daar, daar, daar hebben we ook de streep getrokken. Ja, alles wat daar gebeurt, daar moeten we gewoon hard op ingrijpen. Uh, want als dat het nieuwe normaal wordt in Nederland, hè, de, de, het geweld tegen overheid, tegen uh, burgers, ja, dan, ga je in andere, ja, dan, dan praat je over andere grootheden. Dus ik vind dat ook wel een spannende tijd. Um, en tenslotte, wat je ook, zag, uh, wat je ook ziet bij Kubernetes... is, uh, kijk, uh, omdat het zo internationaal is en zo uit elkaar verspreid is, is het niet meer zo dat. Dat, uh, ze met, uh, dat gebeurt nog wel, maar over het algemeen, als jij uh, zaken moet doen met iemand in Azië, dan kan je niet snel even afspreken in de groep. Dus wat ze moeten doen, is ze zij zij zijn afhankelijk van uh, technologie om hun communicatie af te schermen. En dat is precies. Op ingeprikt hebben. Zeg, Wacht even, jullie zijn allemaal internationaal bezig, dus heel verspreid. Wat is nou zo'n zwakte aan zo'n wijdverspreid internationaal netwerk, is dat je afhankelijk bent van versleutelde communicatie. Nou, daar hebben we op ingebroken. Nou, en dat is gelukt. Dus je probeert eigenlijk te vertalen. Wat zie je nou in Nederland? Um, en daar ga je als opvoedingsdienst op ingrijpen. En als je het hebt over het geweld, ja, dat is natuurlijk een van de zorgpunten die je ziet. Dat is ook het meest zichtbare, uh, wat je ziet gewoon op, i, i, op straat. ja ja, het is natuurlijk op straat, maar het is natuurlijk ook naar de rechtsstaat. Ik ken natuurlijk Zeker. ook al voorbeelden van advocaten die, zeggen, die toch wel de handdoek in de ring gooien. Van ja, weet je, uh, is het me dat nog waard? En je ziet dat bij politici natuurlijk ook wel uh, van, uh, als, als die dreiging natuurlijk zo heftig wordt, ja. is dan heb je ook nog eens een keer een functie in het beschermen van de recht, recht, rechtsstaat en de democratische uh, uh, ja. werking van zo'n land. Absoluut, dat ja. ja ik denk, al, en het is, voor iedereen is zijn eigen afweging. En het, en, het is, en het is ook nogal wat. Ja. Um, maar je kan die niks doen. Nou, je moet ja. blijven Maar Je, moet je, kan uh, niks je doen. moet je moet gewoon. Ja, uiteindelijk is het altijd het krachtenspel tussen goed en kwaad. Dat kennen we al zo uit de Disney films vroeger. Maar ja. dat is het spel waarin je dan in zit. En uh, waarop jij een ja, spin, spin in het web bent. Een hele unieke positie ja. hebt. Uh, vanuit het aansturen van zoveel goede mensen die aan het werk zijn dag, dag en nacht om uh, dat is een beetje wat ik ook als ik denk van wat zijn dan ook nog meer geleerde lessen uit. Uh, uh, het korps nog niet is of uit die speciale eenheden is en dat wordt natuurlijk met bloed, en tranen wordt dat daarin gerampt, is gewoon, uh, weet je het is leuk, maar opgeven is gewoon geen optie wat ga je dan doen, ga je dan niks doen dus, dus ook dat dat opgeven is geen optie en je gaat gewoon door totdat die klus geklaard is uh, uh, dat is denk ik wat we nu gaan Dus dat is, ik ook, dat is ook de mindset van zo'n landelijk Ik heb het ergens genoemd: geen bessenplukkers, maar jagers. Oh ja. Dat vind ik ook wel mooi. En dan zeg je: ja, wat bedoel je dan? Ja, kijk, uh, tuurlijk, uh, het is een beetje uh, een grappig zinnetje, maar er zit een hele essentie in. Ja, je geeft gewoon niet op. Je blijft gewoon doorgaan totdat jij jouw doelen bereikt, totdat jij die verdachte hebt aangehouden. Uh, totdat jij de aanslag hebt voorkomen, dat je slachtoffers hebt geholpen, je geeft gewoon niet op. En dat is die mindset die ik ook zie in uh, wat ik zag bij uh, de bijzondere bijzonderzinnen, bij de Daisy, bij de Kickvorsmannen. Uh, diezelfde mindset overigens die zie ik ook wel hier terug in die landelijke zes. En dat is mooi. Dat is trouwens ook denk ik de belangrijkste factor in succes. Uh, we hebben het over natuurlijk, we hebben techniek, uh, de beste spullen. Um, we hebben het over uh, uh, een, een juiste focus die je aanbrengt, we hebben de juiste focus denk ik, de internationale aanpak uh, je doet het collectief we gaan samenwerken, maar uiteindelijk het doorslaggevende is toch wel gewoon die mens uh, dat is gewoon die mindset dat je gewoon echt gewoon door wil gaan uh, en dat is ook trouwens een van de, de, de waarheden van speciale eenheden de mens is belangrijker dan mensen zijn belangrijker dan middelen is natuurlijk ook gewoon zo. Hè? Weet je, uh, en, en, en iemand zei toch ook, ja, het, het knulletje uh, is belangrijker dan het spulletje. Ja. Uh, is gewoon zo. Mens is belangrijker dan middelen. En tuurlijk, middelen die moet je hebben. Uh, wij moeten de juiste techniek hebben. In zo'n team moet je de juiste duikuitrusting hebben. Uh, een sniper moet het juiste wapen hebben. Maar die gast die er achter die kijker ligt, die is het belangrijkste. Ook hier. Ja, ik hoop ook uh, zeker nu de dreigingen dan toenemen. En er soms dan ook weer geld dan natuurlijk beschikbaar komen. Dat die volgorde ook altijd aangehouden wordt. Eerst de mens en dan de spullen. Ja. Want vaak zie je dan een andere omgedraaide dynamiek, waarvan ik denk, ja, je moet, eerst, je moet inderdaad altijd beginnen bij de mens. Ja, dan heb je, dat is een andere Engelse. Dan heb je all the gear, but no idea. <laughs> ja. Dan heb je ja. alle spullen, maar je hebt geen idee. Ja. Ja, dus eerst die mens, die is belangrijker dan, dan die middelen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het soms. Want jij komt natuurlijk met een bepaalde rammentaliteit... Zo'n organisatie en zo'n stuur dat team aan. loop je ook wel eens tegen weerstand aan. Dat je denkt van ja, niet iedereen zit altijd op zo'n ram met je kadaverachtige mentaliteit te wachten. En jagen. En hoe ga je daarmee om? Met Als je het hebt over een soort van. Kijk, diversiteit wordt vaak gedacht dat het natuurlijk de kleuren van je huid is. Ja. Maar ik denk dat diversiteit. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Mariniers. Uh, zag ik de diversiteit juist in hoe mensen denken. En hoe ja. mensen anders elkaars denkwijze en elkaars primaire reacties elkaar kunnen aanvullen. De ene is iets meer freezer dan de ander. Dat is ja. helemaal niet erg. Maar zet dan de juiste mensen op de juiste plek. Dat is ook diversiteit. Hè? Ja, absoluut. Uh, en, en hoe, hoe kijk jij daarnaar? Naar, naar jouw club en het omgaan met allerlei soorten mensen en toch een, een goed, goede output hebben? Ja, kijk, kijk, diversiteit is natuurlijk ook wel zo'n zo heet hangijzer. Hè? Ja, is, ja. Mensen vinden dat spannend en en vaak, en dat vind ik gewoon tekortkomen... gaat het over of kleur of geslacht of, of uh, seksuele geaardheid. Ja. ja, letterlijk, I don't care. Echt waar, dat het. En natuurlijk, uh, uiteindelijk is het... Het uh, de politie soms wel wel, is het qua zichtbaarheid... je moet herkenbaar zijn. Dus ik vind wel dat je een herkenbare afspiegeling moet zijn... zeker in een zichtbare dienst zoals de Landelijke Zee... Van de, van de samenleving. Maar op inhoud, als je het juist goed wil doen... dan moet je diversiteit in je grijze spieren hebben... Ja. Da, daar gaat het om. Je wil, je wil dat is het. Je wil juist die diversiteit in je grijze hebben. En daar ben ik ook altijd naar op zoek. Dus tuurlijk, er zijn altijd: hoe, hoe neem je nou mensen aan? Ik heb best wel discussies. Van, nou, dit keer moet het, weet ik veel, hebben we niet liever een, een, iemand met een, hoe zeg je dat ook weer, met een andere afkomst? Ja, of iemand, ja, weet je. Tuurlijk, ik hou er al rekening mee, maar ik kies gewoon de juiste man of vrouw op de juiste plek nou, het was grappig dat jij ik had een stukje herinner, herinner ik me nu van jou gelezen is dat jij die commandos intent eigenlijk op dat thema ook toepast het ja. gaat om de bedoeling ja ja het gaat om de bedoeling en, ja. en hoe vertaal je dat en pas je in het team en als je het team heel mono, uh, mo, monotoon maakt allemaal dezelfde types in denkwijze ja dat is ook geen sterk team je oh ja. wil dat ook je wil juist dat team divers hebben maar dat zit er niet altijd in, man, vrouw. Ja, ik denk, oe, ik ga nu spannend terrein op en mensen denken, wat zegt hij nou? Maar ja, dat, dit is wat ik wel zelf geloof. Uh, het, zit niet, het zit niet in, in gender of afkomst. Uh, het helpt soms wel, omdat het wel andere culturen zijn. Dat is ja. het ook, ja. ja het culturele ook. verschillen is, ook, is ja. natuurlijk belangrijk om een binnen je team te hebben. Omdat ook je tegenstander Zeker. vanuit alle culturen komt. En uh, je, ja. uh, die dan soms misschien dingen mist. Zeker. Die je vanuit jouw cultuur helemaal niet meegekregen hebt. Nou, heel praktisch is dus als, als ik kijk uh, als wij een observatieteam hebben met alleen maar oude mannen van 60, wordt het best ingewikkeld. Oude, blanke mannen van 60. Als als daar mijn observatieteam uit staat, die kan zich niet ophouden in de samenleving. Ik moet ook zo lachen. Dan moet ik meteen weer terug naar zo'n oefening in de Schilderswijken. Dan stonden we met al die mariniers, stonden we daar een uh, oefening met de deken erbij beet houden en dan allemaal met met bepaalde horloges, allemaal bepaalde schoenen. Ja, je zag dan echt letterlijk van van tien kilometer afstand al van, oh, die horen hier niet thuis. Zegt, die die oefening. Heb ik ook gedraaid. Urban Warrior was dat ja, toch. Ja, en, precies, je, ja. en dat vond ik heel spannend. Ja. Dan moest je in één keer in een in een, in een in een vervelende wijk ophouden. Ja, dat dan kwam dan, en dan kwamen die speciale jongens aan met uh, stevige schoenen afgetraind, uh, nog net geen outdoor jasje aan. Ja. Ja, dat, uh, dus je, je hebt gewoon, uh, soms is het functioneel om ja. ook heel divers te zijn. Ja, ja dat vind ik, vind ik ook mooi als ik naar al die speciale eenheden keek ben ik steeds de BSB ook uh, brigade speciale Beveiligingsopdracht, ook steeds meer gaan waarderen vanwege juist dat de factor van de diversiteit en dat ze dat ja. heel goed in de tas hebben van, uh, ook vanuit natuurlijk hun, hun werk wat ze doen maar dat ze dat scherp hebben dat ze dat, ja. dat ze goede tactiek op hebben intern hey uh, ja jij bent een rammer Vanaf jongs af aan, bijna ingeslagen en misschien niet, hmm. uh, niet, niet letterlijk door je vader, maar wel gewoon uh, geprint voor het leven door je vader. Om altijd uh, voorwaarts te blijven gaan. Als ik als ik zo kijk naar hoe jij ja, door jouw uh, leven bent gewandeld vanaf de afstand, hè? vanaf uh, hmm. waar je, vanaf die barn uh, op Tessel, je toch je droom achterna gaan, te, zelfs tegen de weerstand van je vader in dat gevolgd hebt, wat, ja, ja, ja. wat, wat heel wat betekent. Um, en vervolgens heb je dat ook nog eens een keer toegepast toen je de switch maakte vanuit, ja, eigenlijk een gouden kooi vanuit de DSI dan toch die stap maakte naar de landelijke reserve. Zoals ik je nu hoor, zit je... Dat is een lode kooi is dat. Lode. Lode. dat is van goud naar lood. Ja, nee. lode, lode. ja het, het is, het is, maar... uh, heb jij wel eens met Sander aarts gesproken? Ja, ik was zijn. Is hier, uh... Uh... Ja, hij was hier. Geweest. Want jij was ja, volgens mij was hij een van jouw teamleiders, toch? Ja, of, ja. ik was zijn, uh, zijn commandant. Ja. Nou, kijk, hij, volgens mij zegt hij dat mooi: hè? uit je comfortzone stappen. En dat, daar gaat het natuurlijk om. Heb jij uh, durf om uit die comfortzone te stappen? Ja. Uh, en dan kan je nog heel stoer het allemaal vinden en bedenken en daar wat van vinden. En uh, ja, het korps is ook al zo: daar kunnen we klagen tot op ons wegen en ook hier. Maar echt de durf om die stap te zetten. Uh, Velen uh, willen dat, maar niet heel veel die doen dat. Uh. Ja, dus dat, ik denk dat dat een hele mooie uh, is om. Uh, maar als ik dan nu naar jou kijk, wat is dan nu nog jouw comfortzone? En wat, hoe ga je daar nu nog buiten? Met andere, in andere bewoording zou ik willen zeggen, hoe zie jij jouw uitdaging nog liggen? Waar, waar, wat, hoe wil je de landelijke recherche zien ontwikkelen? En hoe zie jij jezelf daarin? En uh, wat ligt daar voor jou in het, in het verschiet? Um, nou, kijk, de, kijk, er is voldoende uh, werk. Hè, de georganisatie keer mijn tijd, het terreur. Dus, dus er is... Uh, ik heb ook echt passie voor dat, Ik vind dat vakgebied ook echt heel mooi. Dus ik denk ook dat ik daar voorlopig nog wel even blijf. Ik kan nog steeds wat ophalen. Uh, en op een gegeven moment ga je misschien wel weer uit je komend dan, uh, dan ga ik een schoenenwinkel beginnen. <laughs> ja, of dan ga ik, uh, ik... Ik weet het niet. Ik... ik uh, een gelmerk, ik heb echt want nooit... jou, jouw haar zit natuurlijk altijd, dat was toen al, zelfs als jij uit het water kwam als kickforsman, dan zat dat je haar nog zo. Ja, ja, ja. Was, uh, looks count. <laughs> ja. <laughs> dat was Luxe Count, daar heb ik ook ergens op. Ja, Luxe Count, het is natuurlijk, de eerste indruk, die moet wel, nee, maar ik, ik weet het niet. Ik, zie het, ik, heb, ik heb geen vijf of tien jaren plan nee. um, en, uh, en, en nu terugkijkend heb ik het ook nooit gemist, want het kwam altijd wel goed. Ja. En, en dat, uh, dat geef ik ook soms mee met mensen die zich dan heel erg zorgen maken. Oh, mijn carrière. Dan bij het korps was het ook vaak. Dan had je natuurlijk de carrière-tijgers. Uh, dan ben je, wat was het dan, luitenant of kapitein. En dan denk je al na over, ja, wat moet ik doen om, om zus en zo... en dan uiteindelijk die kolonelstek te hebben. Ja. En ik doe het dus normaal, joh. Je bent helemaal... Ga gewoon doen wat je leuk vindt. Ga gewoon iets doen waar je echt de passie voor hebt... en waar je zingeving in hebt. En dan komt dat vanzelf. Zo, zo zit ik er eigenlijk in. Ja. Als je, als je dan naar jezelf kijkt, uh, wat zijn voor jou ontwikkelingspunten? Waarvan je denkt, ja, dat is dat een te, te persoonlijke vraag, moet ik ook zeggen. Hoor. Maar van als je zegt, van, ja, als, als ik mezelf nog zou willen ontwikkelen, zou dat wel op dat vlak uh, zijn waarop ik nog uh, winst zie. Jezus. Ja, dat is. Uh, uh, meteen uh, is, dit, is: dit uitsmijten? Uh, nou, ik, er zijn in het begin mee gestart, is dat je, uh, iedereen is, is op een bepaalde manier gebakken uh, en, en ik ook. En ik ben gaandeweg zijn dingen zoals nou, het, het uh, tonen van kwetsbaarheid. Uh, ook de, de waarde daarvan inzien en de kracht. Dat is iets waar, ik nu, waar je mee bezig bent als ontwikkelpunt. Uh, dus je daarvoor openstellen. Uh, want uh, wij en jij ook zijn gebakken in een, in een cultuur. Waar je denkt van: uh, het, het, uh, wat belangrijk is, is dat je vooral, vooral laat zien hoe sterk je bent en hoe goed je bent. Um, dus die andere kant, ja, dat vind ik ook wel interessant. En dan maak je je echt wel completer ook. Oh, nou, nee, dat is heel herkenbaar. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk thema is binnen, binnen scherpschutters. Is die volgroeiing van de warrior. Ja. Dat betekent ook dat je die kant durft op te gaan. Ja. En durft te integreren bij jezelf. En uh, daardoor ook weer als leider weer veel completer wordt. Uh, omdat ja. je dan op die manier ook gewoon... Ja, kan laten zien dat je ook gewoon een mens bent. En dat alles daarbij hoort. Wat daarbij komt kijken. Dus het is wel jagen. Misschien een klein beetje best plukken. <laughs> maar dan uh, ook wel gewoon... Alle van allebei een beetje. Ja, precies. Blijf er allemaal mee. Ik vond het super gaaf om met jou ik ook. een keer is leuk. gedachten te wisselen. Is goed je weer te zien, joh. Het ja. is lang geleden. Want uh, heb ik, heb ik nooit, misschien nooit uh, verteld. Maar dat wilde ik toch even met je delen. Is dat je hebt het over verbondenheid? Het feit dat wij hier zitten is een stukje verbondenheid. Uh, toen ik wegging bij Mars of uh, had dat natuurlijk allerlei omstandigheden met zich mee vanuit mijn privé. En ik heb het altijd gewaardeerd. Maar toen ik al weg was, dus ik was eigenlijk een maand of drie weg. En die rijdende trein van Mars of rijdt natuurlijk door. Jij was daar net commandant. Dus jij zat ook vol in, de, in die dingen dat je toch even de alvast de vijf minuutjes de tijd nam om even bij mij langs te komen en te checken van hé gast, uh, hoe gaat het met je? Kan ik iets voor je betekenen? Mm. En dat, uh, dat besef jij niet, want jij kan je dat waarschijnlijk niet eens herinneren. Maar ik wil dat wel meegeven voor iedereen die in een, leiding op een gegeven moment positie zit, is dat het die kleine mm. dingen zijn die je op dat moment doet. Uh, die het verschil maken en wat mensen onthouden. Dus uh, daar, nou, daar wil ik je op deze manier ja, dan voor, voor bedanken, voordat voor, voor dat je dat dan toch... Uh, mooi. Dat ja, ik herinner uh, me wel, ik heb het heel bewust gedaan, want okay. ik wist dat jaren later je daarmee terug ja, 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 zou precies, komen ja. met uh, complimenten. compliment. <laughs> ja. ja, rammer, bedankt. <laughs> bedankt, jij bedankt. en Andy Kraag, mooie, mooie rammer die hier bij de Landelijke Recherche bijzondere dingen neerzet. Um, Waar we allemaal de vruchten van plukken. Uh, want wij zijn natuurlijk uh, allemaal beste plukkers te, ten opzichte van deze, deze rammen. Maar we willen allemaal de jager zijn. Dus blijf ook vooral jagen. En uh, ja, bedankt voor deze podcast. En tot de volgende keer. Scherpschutters, uit!